De Stem van de Straat. De wekelijkse podcast van 1 Amstelveen. Met Martijn Heus en Joy Ellen Bos. Twee uitgesproken inwoners. Zij bespreken de kleine en grote randzaken in Amstelveen. Dit is De Stem van de Straat. De Stem van de Straat, aflevering 14. Wat gaan we hard, hè? Nummer 14. Hey, het heet linksgetal? Ja, 14 vind ik het. Johan Cruijff, het rugnummer van Johan Cruijff. En je schoonzoon. Ja, absoluut. Hey, De Stem van de Straat, die stem, hè? Ja. Weten mensen eigenlijk van wie die stem is? Want na onze eerste uitzending kregen we enorm veel reacties op die stem. Wat een afschuwelijke, rare stem. Wat hoort. Een mooie stem, ja, wat ook. Een diepe stem, wat een maar donkere stem. Maar van wie is deze stem? En weten jullie van wie deze stem is? Dat is dus heel interessant. Degene die dat weet, bel in en we komen een taartje bij je brengen. Van wie is de stem van de straat eigenlijk? Ja, maar goed, er wordt flink ingebeld. Ik ga meteen ga ik er vol in. Je kreeg een reactie op een van jouw uitspraken. Je kreeg een flinke veeg uit de pan. Hmm. Goedenavond, ik heb net geluisterd naar de discussie over diefstal in supermarkten in Amstelveen en ik erger me ontzettend. Hoe kan juf alles goed praten wat betreft diefstal in supermarkten? Ik ergerde me kapot. Oké, okay, nou sowieso dank voor het inbellen. Ja. Want daar zijn we voor, hè? Zeker. We hadden het vorige week over de grote hoeveelheid diefstallen in de Albert Heijn. In de supermarkt. Albert Heijn, Jumbo, plus alles. Ja. Er wordt ontzettend veel gestolen. Ja. En het leek alsof je het wat bagatelliseerde. Ja, in ieder geval dat vond deze mevrouw. Fijn om te bellen. En wat ik fijn vind is dat ik dan ook weer even op terug kan komen. Namelijk... dat ik vind stelen echt verschrikkelijk. Ik vind dat iedereen van elkaars spullen zou moeten afblijven. Dus als ik de indruk heb gewekt dat dat niet het geval is... wat ik bedoelde te zeggen... is dat ik denk dat stelen van alle tijden is... en van alle tijden zal blijven. Mits je echt hele, hele harde maatregelen neemt... zoals ze dat in andere landen bijvoorbeeld doen... Dan moet je het misschien wel bekopen met je leven zelfs. Dus dan kan je ook niet meer stelen. Dus ik wil het helemaal niet goed praten. Het is alleen zo dat ik denk dat het iets van alle tijden is. En dat het ook niet altijd te maken heeft met of iemand het niet kan betalen. Maar dat er dus in de vorm van een kick... Daar doen mensen zelfs lacherig over. Die vertellen zelfs trots aan elkaar. Oh ja, doe ik ook. Heb ik ook gedaan. En ik doe altijd... Ik zet een kratje onderin en ik ben student, dus ik vind een avocado veel te duur. Ik zou het aan de kaak willen stellen. En eigenlijk zou ik willen dat mensen elkaar daarin een beetje gaan opvoeden. Maar misschien kwam je wat laconiek over door te zeggen van ja, ze zullen het allemaal nodig hebben en zo. Nou, dat is een andere vorm van stelen. Hè? Dat is als je, en dat komt door de uitspraak van mijn oma, hè, waarin de katholieken zeggen als je geen brood hebt, dan mag je het stelen. Want dat is een overlevingskracht die je dan hebt. Maar het gaat niet over mogen stelen. Natuurlijk mag je niet stelen. Nee, precies. Ook niet als je het nodig hebt. Hè, mag je ook niet stelen. Nee, maar dan moeten we wel als maatschappij, als samenleving zorgen dat deze mensen ook echt niet hoeven te stelen. Hè? Dus de voedselbank zal het misschien dan nog drukker krijgen, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het moeilijk uit te roeien is. Ik denk het ook. We kregen nog een beller. Het ging niet over dit keer over het stelen. Het ging over, we hadden het vorige week over Uilensteden. Over de bezetting van het stuk grond daar. Het domme van de studenten vind ik dat dat de studenten op het plek van coronavirus zijn gaan zitten. Dan kan er niet gebouwd worden. Ze hadden beter in de tuin van de wet hadden kunnen gaan zitten. Misschien hadden ze dan meer bereikt. Grappig, we hadden het vorige week dus over dat bezetten van dat stuk grond bij Kronenburg in Uilensteden, waar niet gebouwd mag worden in verband met Schiphol. Ja. Nou, en deze mevrouw reageert daar leuk op. Ja, ik vind het aandoenlijk. Was het maar zo simpel, dat er is plek, dus er kan gebouwd worden en dat kan niet als er tentjes staan. Maar het hele probleem is natuurlijk dat het gedeelte niet goed bevonden is ook om te bouwen. En, precies. Ja. Dus bij meneer Jette in de achtertuin weet ik niet of dat meer... Zoden aan de dijk zet jij? Nou, zegt ze Jette of zegt ze wethouder? Ik, meneer Jetten verstond ik. Ja, ik verstond de wethouder eigenlijk. Maar goed, okay. Het maakt verder niet uit. Dus... Misschien hebben ze helemaal niet eens een tuin, weet je ook niet. Kan ook nog. Nou, in ieder geval, er wordt goed ingebeld. Dus ontzettend leuk. Blijf bellen naar de Stem van de Straat op 020-547-8588. Martijn Heus en Joy Ellen Bos, de Stem van de Straat. Iets heel anders. In het Cobra Museum, en dat moet ik trouwens even zeggen. Iedere Amstelveener kan vanaf nu een pas halen.
En dan kan je elke woensdag gratis naar het Koopruimmuseum. Met heel lang. En met één pas kan je met het hele gezin. Voor alle Amstelveeners. Alle Amstelveeners. Wat leuk. Cool, hè? Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Maar wat ik zeggen wou, Jeroen Krabbé, die ken jij. Er is een kindertekening tentoonstelling. Nou, ik weet wie het is, hè? Oh, maar ik ken hem niet persoonlijk. Nee, er zijn drie tentoonstellingen. Grenzeloos en vrij, met Picasso en Appel. Dan de andere Picasso. Picasso is trouwens, dat is de man die zei... Ik wou dat ik weer kon tekenen als een kind. Mooi, hè? Deed hij dat niet dan? Nou ja, misschien wel een beetje. En de derde is Alle Kinderen Kunstenaar. Dat zijn 935 tekeningen, geselecteerd door Jeroen Krabbé. Tekeningen van over de hele wereld. Ontzettend leuk. En twee daarvan zijn van Krabbé zelf. Leuk, hè? Ja. Wat is er? Ja, ik moet lachen om jou, want ik... leuk. Maar jij vindt schoenmaker blijft bij je leest of acteur blijft bij je leest? In dit geval vind ik het wel heel mooi dat Krabbé dat doet. Alleen ik vraag me soms wel eens af, en dan heb ik ook nog andere voorbeelden. Als Jeroen Krabbé niet in Soldaat van Oranje had gespeeld, hadden we dan nu naar kindertekeningen van Jeroen Krabbé gekeken? Als die, hij is ook kunstenaar, dus als hij een hele goede kunstenaar. Ja, maar als hij niet in die film had gespeeld, was hij dan bekend geweest als kunstenaar? Ik heb het ook, je hebt hem ongetwijfeld gezien, die Lidl reclame. Zal ik even achterover gaan zitten? Ja, ik vind dat echt wat dan. Die Lidl reclame van Thomas Agda. Ken je die? Geweldig, ja. Maar de schaamte voorbij, echt werkelijk. Hoeveel moet hij daarvoor gekregen hebben om zichzelf zo ongelooflijk belachelijk te maken? Ja, maar goed, nu komt hij. Wat ik eigenlijk vind, eigenlijk is die plek voor een acteur. Waarom? Dus het wordt opgevuld door iemand die dus bekend is, die eigenlijk niet kan acteren. Terwijl we allemaal mooie, goede acteurs hebben. Ja, ik ben het volledig niet met je eens. Nee, daar was ik al bang voor, maar dat geeft niet. Iedereen mag toch acteur zijn, dus ook al heb je geen baan. Laat ik het anders zeggen. Je hebt het niet gehoord, want jij kijkt naar Veronica Inside. Wilfred Gené, die heeft nu een singeltje gemaakt samen met Annie van der Meijden en Wesley Snijder. Iets van Aperolletje op mijn balkonnetje. Het is werkelijk tenenkrommend. Gené kan helemaal niet zingen en die andere twee ook niet. Maar... ze krijgen wel een podium. Tenminste, dat creëert hij zelf. Hij zendt het gewoon elke avond gewoon 100 keer uit. Mm-hmm. Waardoor dat een hit wordt. En dat lukt dus niet echt hele goede muzikanten. Dat is toch in en in triest. En jij praat dat goed. Nou ja, ik vind het gewoon zijn hele goede marketeers. Hè, dan. Dus gewoon... Nee, helemaal niet. Hij zit daar toevallig te presenteren. En hij heeft die knoppen. En hij zet gewoon zijn eigen videoclipje op. Je vindt dat hij misbruik maakt van zijn plek. Ja. En dat vind je ook van Jeroen Krabbé. En ook van Thomas Agda. Nou, en ook van Frank Lammers. En ook van die leuke Diederik Ebbingen. Nou, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En als zij nou gewoon denken, ik wil wat geld verdienen, misschien nee, hebben ze geen... Nee, ik begrijp wel dat ze het doen, want hoeveel moet die Thomas Agda wel niet gekregen hebben voor die Lidl-reclame? Dat moet echt een miljoen zijn, wil je anders kronkelend op een grasveld voor de Lidl gaan liggen rollen. Maar misschien vindt hij het helemaal niet hoe jij het ziet. En vindt hij Lidl een fantastische winkel en vindt hij spotje fantastisch? Bel alsjeblieft. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat een goede reclame vond. Het was tenenkrommend slecht. Maar iedereen is dus te koop, hè? Nou, het gaat over reclames. Die zijn heel vaak zo slecht, zodat je het onthoudt. Dus het feit dat jij hier al je zo druk over maakt, dan denkt Lidl of het reclamebureau, yes, gelukt. Ja, waarschijnlijk dankjewel, wel. Maar ik Thomas was echt Agda. Een fan. Ik dacht eerst dat het door corona kwam, omdat alle theaters dicht waren. Ja, hij moet ook zijn geld verdienen. Maar corona was voorbij en hij bleef maar in die reclame terugkomen. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, nee, ik denk, maak gebruik van je plek zoveel je kan. Ja, waarom niet? Maar het gaat ten koste van jonge artiesten, jonge acteurs, jonge schilders. Die dus zo geen plek krijgen omdat die ingenomen worden door mensen die gewoon toevallig iets anders kunnen. En er een slaatje uit willen slaan. Ja, maar kunnen zij dus niet gewoon iets al heel goed? En zitten ze daarom op die plek? Dus is die plekje voorover is voor de hele wereld voor alle mensen nee, natuurlijk. Thomas Agda kon heel goed acteren. Of zingen en niet acteren. Toch? Ja, sommige mensen vinden niet dat hij goed kan zingen. Maakt hij leuke liedjes. Maar ja, iedereen vindt daar wat van. Maar ik vind dat je moet doen, als jij daarachter staat zelf, en of het nu Jeroen Krabbé is of Thomas Agda, vind ik dat je gebruik mag maken van je eigen harde werk. Want ze zijn toch zelf op die plek gekomen? Ja,
Nou ja, ik vind er wat van. Oké, maar we gaan wel... dat je eigenlijk wat vond van de tekeningen van zichzelf. Ja, sorry, daar gaan we nu naartoe. We gaan nu naar de uitzendingen. We gaan nu naar de tentoonstelling van Jeroen Krabbé. Ja. Instartje. Mijn vader schreef achterop die tekeningen wat ik erover gezegd had. En hier had ik over gezegd, nou, dat is een poes van Picasso. Hoe kwam ik eraan? Maar ik heb de raarste dingen gezegd. En hij heeft alles opgeschreven op die tekeningen. Hij heeft alles bewaard vanaf mijn tweede jaar in dozen. En dan heeft hij soms zelfs het uur opgeschreven waarop ik een tekening maakte. 11:45, volgende tekening, 11:48. En zo door, dat je dus ziet wat ik op een dag gemaakt heb. En het is een waanzinnige bron eigenlijk. Een gouden bron waaruit ik kan putten. Ja, je weet wel waar hoe zijn ego is opgebouwd. Natuurlijk omdat zijn vader hem ook al op handen droeg. Dus ik snap echt wel wat je bedoelt daarin. Dat is misschien hoe hij overkomt. Ja, ik ben een fan, hè. Ik vond het een fantastische film. Ja. Ik ben een fan van Jeroen Krabbé. Ja. Alleen, ja. Hè? Blijf acteur. Ja, maar hij is gewoon. Hij vindt het heel fijn als hij. Hij is gewoon, denk ik, een podiumdier. Dus op welk podium dat is, maakt hem waarschijnlijk niet zoveel uit. En of dat nu is met zijn eigen kindertekeningen, of zijn schilderkunst, of zijn acteerkunsten. Ja, misschien gaat hij ook nog wel zingen. Ja, maar ja, dat zou helemaal niet. Ja. Ja, dat verbaast me helemaal niet. Maar dan neemt hij dus een plek in van een betere zanger, die dus niet een podium krijgt. Ja, maar hier is het ook zo dat zo'n Cobra Museum of een winkel, een supermarkt, denkt. Ik gebruik iemand, dus het is een wisselwerking, begrijp ik. Zodat er meer mensen komen. Nee, begrijp ik. Het is ook een fantastische voorstel. Als wij daar gaan staan met onze kindertekeningen. Nee, dan komt er geen hond. Nee. Nou, jij weet niet hoe goed ik kan tekenen. Nou ja, waarschijnlijk niet zo goed. Nou, in ieder geval het Cobra Museum. 3 ontzettend leuke voorstellingen met onder andere ook Jeroen Krabbé, dus zijn kindertekeningen. Ja, het eerste, nog voordat je de bumper gaat. De eerste onderwerp wat was het eerste onderwerp van het Cobra? We hebben Grensloos en Vrij, Picasso en onder andere Appel. Dan de andere Picasso. En Picasso zei dus, ik wou dat ik weer kon tekenen als een kind. Ja? En dan, wat is het? Alle kinderen kunstenaar. Ja, en dat is ook zo. En dat is ook zo. Ja, ik vind het eerste thema mooi. Sluit aan bij ons onderwerp later. Alle kinderen kunstenaar. We gaan door. Dit is de stem van de straat. En we gaan door met de verkiezingen van de leukste juf en de leukste meester van Amstelveen. Ja, super juffie, super meester. Ja, wat vind je ervan? Nou, ik vind het leuk. Je hebt ook een pedagogisch begeleider van het jaar. Je hebt een, is dat zo? Heb je... Zeker. Oh, ja? Je hebt docent van het jaar voor middelbare school docenten. Ja, het is leuk om te gebruiken. Ook om het beroep weer even in het nieuws te brengen. Maar heeft iedereen evenveel kans? Is dat zo? Want ik heb even de socials erop nagekeken bij de Super Juffie en Super Mees. Het loog er niet om. Ik heb een hekel aan dit soort popiopie verkiezingen. Nog nooit iemand gezien van 50 die dit won. Er zijn altijd van die leuke blonde juffies. Ik bezin het niet. Hè? Dat staat er. Je kijkt me aan alsof ik iets heel gek zeg. Ja, mijn juffen duo. Ja, jij bent. Ben je ooit juf van het jaar geweest? Nee, dus ik ben niet leuk en blond. En, nee. Maar mijn duo was nog wel blond. Niet meer helemaal echt blond, denk ik. Maar die was de 50 ruim gepasseerd. En die is het geworden? Superjuf, absoluut. Absoluut. Ja, zeg je dat nou? Want nee, weet ik zeker. Die is juf van het jaar geweest? Zeker, zeker. Okay. Er is een juf die reageert een compleet idiote verkiezing. Een populaire juf is namelijk niet altijd een goede juf. Nee, maar misschien wel een hele leuke juf. Ja, maar je moet ook dus de beste juf is leuk en goed, hè? Nou, ik denk als je een leuke juf bent, dat je of meester, of ik zou er misschien iets aan de term juf en mee. Ik hou ervan dat kinderen mij nog steeds juf noemen. Ik vind het na mama de mooiste titel om te dragen. Maar misschien zijn er ook wel juffen en meesters die een andere gendernaam zouden willen hebben. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik vind dit soort verkiezingen, nou, je hoeft niet te kijken, je hoeft je niet aan mee te doen. Dus je hoeft je daar eigenlijk ook niet aan te ergeren. Maar een superjuf is denk ik wel een juf of een supermeester die in verbinding kan komen met de klas. En daarvoor moet je dus wel leuk, ja, of leuk doen, leuk zijn, zodat je eerst verbindt met die kinderen, waardoor ze dus beter nieuwe dingen kunnen leren, omdat ze dan lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen in de klas. Ja, maar je moet er wel boven kunnen blijven staan, dat je ze wel wat leert. Ja, de stof. Daar gaat het toch om? Als het gaat over de methodes, daar staat heel goed in beschreven wat de kinderen moeten leren. We weten heel goed wat het curriculum is en de inhoud van de boeken, dat wijst zich heel goed vanzelf. Dus het gaat vooral om wie geeft die les.
Dus ik denk dat dat eigenlijk een hele logische verkiezing is. Want wie brengt onze kinderen groot en wie leert aan onze kinderen? Als je als juf van groep 3, wat ik lang ben geweest, heb ik altijd gedacht, oh, dat is zo verantwoordelijk, want dan leren ze lezen en schrijven. Daar borduur je op voort, dus de basisbeginselen. En ik heb altijd gedacht, als ik het verkeerd doe, dan gaat dat heel lang door. Maar ook de impact. Hè? Als je zegt als juf of meester, als je een heel jaar lang elke dag zegt tegen de kinderen, de zon is groen. Dan op een gegeven moment geloven ze dat. Ja, dus, daar je rol is wel zo belangrijk. Dus ik denk dat het heel goed is als er iemand daar extra aandacht voor krijgt. En dan kunnen andere leraren weer leren. Wat doe jij dan? Ja. Waarom jij... Ik denk alleen dat ze bedoelen, die mensen op social media, dat zijn natuurlijk heel veel superjuffen. En waarom moet eentje dat winnen? Ik denk dat dat een beetje de gedachte is. Ja, omdat het leven is. Hè? De ene sneller, harder, beter. En de ene kan acteren, de ander niet. Ja, nou ja, oké. In ieder geval, alle kinderen leveren voor 11 juni in bij Libris. En misschien wordt jouw juf of meester wel de superjuf of supermeester. Ja. Je weet het niet. Martijn Heus en Joy Ellen Bos, de stem van de straat. Heel iets anders. Ik kreeg een tip van een Amstelveener over het uiterlijk van huizen. Mm-hmm. Van rijtjeshuizen, losse huizen. En die attendeerde mij op een rijtje huizen waarbij de dakgoten verschillende kleur hadden. Mm-hmm. Dus je mag dus blijkbaar, ja, want je mag het geloof ik niet paars, roze en knalgeel schilderen, maar je mag je dakgoot een andere kleur schilderen. Of je mag een bepaald venster, wat het hele rijtje heeft, mag je vervangen voor een ander venster. Nou, dacht ik van, nou zeker als je je dakgoot knaloranje schildert. Aan de ene kant denk ik van, ja, best wel cool dat je dat durft. Maar het is ook eigenlijk best wel een dikke middelvinger naar je buren. Van, fuck you, ik ga lekker mijn dakgoot oranje schilderen. Als die buren dat erg vinden, want misschien vinden die buren het helemaal niet erg. Nee, maar je bent ook niet dom, hè? Over het algemeen zullen de meeste mensen dat heel vervelend vinden. Als het heel mooi allemaal wit of crème is en jij hebt een knaloranje dakgoot ertussen. Ja, het is sowieso verstandig om altijd langs de welstandscommissie te gaan. En dat verschilt natuurlijk per gemeente. Het verschilt per jaar. Ja, maar dat soort kleine dingen mag dus gewoon. Je mag dus gewoon een ander kleurtje doen. Ja, nou, bij onze zuiderburen in België mag eigenlijk alles. Hè. Daar kan je een saloon bouwen en daar mag je dan in wonen. Er is ook een boek, heb ik laatst met veel glimlachen doorgebladerd. De lelijkste huizen van België. Maar goed, wat is lelijk? Want de mensen die het bouwen vinden het mooi. Hè? Dus die middelvinger is denk ik helemaal niet zo bedoeld. Ik denk dat iemand niet zijn dakgoot oranje zou verven om zijn buren te ergeren. Ik denk dat je dat alleen maar doet als je dat mooi vindt. Nee, dat begrijp ik wel. Maar natuurlijk, anders doe je het niet. Maar dat overleg je dan toch even? En ik kan me dan niet voorstellen dat het hele blok zegt, ja leuk, oranje, doe dat even. Dat weten we niet. Maar als je logisch nadenkt, volgens mij is dit gewoon een actie geweest. Of dat iemand zegt, nou ik doe het gewoon. Ja, dat zou kunnen. En dan, ja, ik heb hetzelfde met hele dure auto's. Dat de mensen dan zeggen, hoe kan je nou de allernieuwste, weet ik veel, Porsche, Panamera, weet ik het wat, in mat groen en dan glitters achterop bestellen. En ergens denk ik, wat leuk dat iemand gewoon dat durft te doen. Ja, dat is ook allemaal waar, maar dat heeft niks met dit te maken. Want je bent onderdeel van een geheel en je hebt geen VVE, zo'n rijtje. Dus ja, een beetje overleg zou toch logisch zijn? Kijk, als jij een groene Porsche koopt, ja, dan moet je lekker zelf weten. Maar daar heb je je buren niet mee. Nou, als die voor de deur staat. Nou ja, ik weet niet. Het is zo makkelijk, is het echt niet hoor, om andere kleuren. Er zijn echt wel rechtszaken over gekleurde huizen. Hè? Weet je nog die dame die de huis blauw had geverfd of zo? Ja, maar dat is een heel huis. Ik ben vanmorgen heb ik 5 minuten rondgereden in Amstelveen. Ik heb 2 foto's gemaakt. Nou, dat mag dus gewoon. Ja, zo mag je ook, als je dan eindelijk die vergunning hebt na zoveel tijd van een dakkapel, heb je straten waarin natuurlijk allemaal verschillende dakkapellen. Maar jeetje, wat maakt het eigenlijk uit? Nee, ik ben blij dat je een dak boven je hoofd hebt. Nee, maar ik bedoel, het is toch, je woont toch met z'n allen in zo'n rijtjeshuis? Nou goed, hier komen we niet uit. Ik vind het echt heel raar wat je zegt. Okay. Je doet dat met z'n allen. Je bent samen. Ja, ik vind ook wel dat je met je buren in overleg moet. Maar dan nog steeds verschilt het per buurt of dingen vervelend zijn of niet. Oké, nou ik vind er wat van in ieder geval. Dit is de stem van de straat. Hey, we gaan naar een zwaar onderwerp. We gaan naar die tijdelijke opvang statushouders locatie Legmeer. We hebben het vorige week ook even over gehad. Afgelopen dinsdag was er... Ik moet lachen, want nu denk ik over die kleuren. Die boksen die gebouwd gaan worden hebben ook allemaal kleurtjes.
Die containerwoningen. Ja. Nee, maar het is een serieus onderwerp. Dinsdag was er een inloopavond. We hebben een aantal instartjes. En ik ga er even een paar even laten horen. Nou ja, we waren erg geschrokken. Ja. Want, en wij niet alleen. We hebben nog een buurvrouw van 93. En die zit helemaal te rillen. Ja. Die denkt, wat moet ik met al die jonge gasties in om de hoek? Nou, wat is er dus aan de hand? Er komen 60 minderjarige statushouders. Tussen de 14 en 18, geloof ik. En die komen daar, nou ja, in ieder geval 2,5 jaar wonen. Ja. En daar vindt Amstelveen wel wat van. Nou, ja. Je hoorde het. Deze mensen die liggen te bibberen in hun bed. Ja, waar moet ik beginnen? Dit is maar één opmerking. Ik snap dat verandering moeilijk is. En ik snap dat als het nooit zo geweest is, dat super spannend is. Alleen, er zit dus een angst. Hè? Ja. Maar waarvoor eigenlijk? Nou, voor overlast, rotzooi. Ja, maar heeft dat te maken met omdat het vluchtelingen zijn? Of geen statushouders, zeg maar. Of heeft dat te maken met een andere overtuiging van de mensen die in zo'n wijk wonen? Waar zijn ze bang voor? Nou ja, kijk naar het nieuws, hè. Je hoort toch wat er allemaal gebeurt. Er worden de rottigheid uitgehaald. Ja, niet door iedereen, maar door heel veel mensen. En dat wordt uitgelicht. Die rottigheid, daar zijn ze bang voor. Ja, en dat is precies het hele probleem. Omdat dat uitgelicht wordt, krijgen mensen die de hele dag, godgans dag, naar diezelfde nieuwsprogramma's kijken, een soort vooroordeel geïmplementeerd. Zo gaat dat. Als je heel vaak iets hoort, dan ga je geloven dat het zo is dat bijvoorbeeld asielzoekers of vaker voor overlast zorgen. En dan ja, kan maar het dat ook, is dan toch ook zo? Nee, het kan ook zo zijn dat degene, de BOA's en de politieagenten ook zo'n overtuiging hebben en dus eerder geneigd zijn om mensen die op de vlucht zijn in de gaten te houden. En dat mensen die eruit zien alsof ze het comfortabel hebben, die misschien wel net zoveel overlast verzorgen, dat die ermee wegkomen. Ja, maar dat nu ga je weer van het onderwerp af. We hebben over die asielzoekers. Nou, Ter Apel, je ziet het elke dag op tv. Er wordt gewoon rottigheid uitgehaald. Laatst ging er een bus met die gasten. Die ging van Ter Apel naar Den Haag. Die hele bus is hier gesloopt. Ja, logisch dat je dat soort ideeën krijgt. Ja, maar je moet ook denken, wat gebeurt er met je als de hele buurt om jou heen niet wil dat je er bent? Dat doet ook iets met jou. Dan zijn die mensen, hebben hun huis en haard moeten verlaten. Ze hebben niets meer. Ze hebben daar niet eens een dak boven hun hoofd. Hè. Vaak is het ook tentjes waar ze dan maar in moeten slapen. Ik vind het zo lastig dat de mensen die dan zo tegen zijn, heel erg denken vanuit hun eigen positie. Met een dak boven hun hoofd en een baan en een uitkering en een goed sociaal stelsel en meestal vrijheid van meningsuiting. Is het zo kortzichtig om alleen maar te zeggen, ik wil het niet. Want ik heb ook niet gehoord, wat dan wel? Hè? We gaan naar een volgende. Even kijken hoor. De gemeente Amstelveen, wat wou je zeggen? De gemeente Amstelveen, ben ik eigenlijk, wat betreft woningvoorzieningen, ben ik eigenlijk ontzettend pisnijdig over. Als ik gewoon zie van wat voor soort huizen er gebouwd worden, wat er uit de grond gestampt wordt. Dat is allemaal voor het hogere klasse, hogere inkomenssegment. Gewoon voor jongeren, starters, weet ik veel, is er helemaal geen plaats voor. En je kan wel een huurwoning kan je doen. Maar dan ben je gauw 1300 ben je kwijt. Wie kan het betalen als je gewoon een baantje hebt en je staat in de winkel achter de kassa? Hoe moet je 1300 euro ophoesten? Ja, precies. Ja, dit was Monique, daar hebben we koffie gedronken. Zij heeft een ander probleem en dat komt er nog bij. De Amstelveeners die al 18 jaar op de wachtlijst staan, die krijgen geen plek. Terwijl er nu dus voorrang wordt verleend aan de statushouders. En heb je ook nog eens geen baantje in de supermarkt? Want die worden allemaal met zelfscan gedaan. Nee, maar nu doe je er weer laconiek over. Maar dit speelt dus wel. Dat speelt. Dat is een andere frustratie. Dat de Amstelveense jongeren 16 jaar of zo op een huis moeten wachten. Ja. Nou, wil je als Amstelveen jongeren dus in Amstelveen wonen? Ik vraag het me af. Hè. Er zijn ook andere inspirerende plekken. Als je je volgende levensfase ingaat. Ja, maar er zijn heel veel jonge Amstelveeners die graag in Amstelveen willen wonen. Anders sta je niet 18 jaar op die lijst. Nee. Maar het eigenlijke probleem is dat er te weinig woningen inderdaad worden gebouwd.
En dat, dat daar geldproblemen zijn, of dat de economie het niet toelaat, of dat de wet en regelgeving het niet toelaat, de vergunningen, de kwaliteit van lucht. Er zijn allerlei oorzaken waardoor er geen woningen gebouwd worden. Ja, maar laten we even blijven nog bij die statushouders. Daar wordt dus wel direct actie voor ondernomen. Nou ja, die nood is toch veel hoger. Ja, dan dat het onprettig is dat je nog bij je ouders... Want dat begrijp ik, hoor. Ik begrijp het. Ik zou het liefst willen dat iedereen een dak of een dakje boven zijn hoofd heeft. Maar de nood is toch veel hoger als je hebt moeten vluchten. Ja, maar toch kritiek, hè? Nog een instart wat er afgelopen dinsdag gebeurde. Vooraan staat een bord met wensen en verzoeken eigenlijk. Ja. Wat zou jouw wens precies zijn? Het niet door laten gaan. En zeker niet in een wijk waar zoveel jonge gezinnen met jonge kinderen zijn. Er is hier naast het gemeentehuis een gigantisch mooie parkeerplaats. Laat ze daar neerzetten. Want het zijn er nu maar 60, maar ik zie ook al een bord dat er worden er 360 verwacht. Waar gaan die naartoe? Nou, naar een andere plek. En misschien dan ook op het parkeerplein bij het gemeentehuis. Ja, maar ja. Die mensen maken zich dus heel erg veel zorgen. Maar waarom? Nou, omdat je een gezin hebt. Nee, waarom? Die jongeren zitten daar. Dus overdag gaan ze naar school. Hè, ze worden, en dan om een uur of 4, 5 klaar met school komen ze daar. 60 waarschijnlijk jongens, allemaal in dicht bij elkaar. Wat gaan die doen? Die vervelen zich kapot. Nee, die gaan toch baantjes nemen. Die moeten toch geld verdienen. Die moeten sociaal... Dat is juist als je het organiseert. Ik denk niet dat die gaan echt niet een baantje nemen, hoor. Die gaan daar gewoon aan hangen. Maar dit is een aanname. Ja, maar dat is een aanname gebaseerd op wat er op andere plekken gebeurt. Ja, ik denk als je het goed organiseert. Dus dat je deze jongeren bij elkaar brengt. Met allemaal hun eigen trauma en achtergrond. Dat dat ook verbindend kan werken. En ik denk juist als je het in een woonwijk doet. Dat gezinnen en kinderen die opgroeien in die gezinnen ook kunnen leren. Over wat er allemaal in de wereld aan de hand is. En als je dat weg wil houden bij je kinderen uit angst. Zoek elkaar op. Leer elkaar kennen. Organiseer naast zo'n, want er waren geloof ik 50 mensen. Nodig ook deze jongeren uit. Ga met elkaar in gesprek. Laat ik het anders zeggen. Als je 60 Nederlandse jongeren bij elkaar zet op zo'n plek en gewoon 2,5 jaar. Ja? En die hebben s'avonds niks te doen. Wat dacht je van studentencampussen? En dat gebeurt toch? Ja, maar steden zijn er ook jongeren. Die zijn nog niet echt volwassen, hoor. Ik denk dat je door te investeren in het bouwen aan te leren kennen van anders en perspectief, als je ze bij elkaar brengt, dat daar een winst zit. Maar denk je dat er elke avond allemaal dat mensen rondlopen om die jongeren te helpen? Dat die altijd daar zijn? Nou, ik denk dat er zoals de COA, dat die het organiseren zo goed als ze kunnen, om te zorgen dat deze kinderen, zo snel mogelijk het regulier onderwijs in kunnen gaan. Ja, ik zou als gemeente ook en als bewoners, ik zou blij zijn en dat wij ook een bijdrage daar. En wat is nou 360 jongeren? En je hebt helemaal niet het gevoel van enige compassie voor die mensen die daar wonen. Want ergens begrijp je ze toch ook wel? Nee, jij helemaal niet, hè? Ik begrijp angst voor verandering, dat menselijk is. Maar ik vind het heel moeilijk. Dat ik tenminste in de items die ik heb gezien en gehoord, dat er niet gekeken wordt naar het perspectief van die jongeren. Het is vooral over je eigen angst gaat het. Een angst die gebaseerd is op, nou, wat je zegt dan, nieuwsberichten. Maar die zie jij toch ook? Nou, ik je hoort toch elke avond op tv hoor je die verhalen? Ik kijk niet dat er weer naar dat nieuws, omdat ik weet, dat is met corona ook, als je de godganse dag naar één Amstelveen, of nee, in Amstel moet je wel kijken, ik bedoel op één. Ja, maar dat zou je dan eens moeten doen misschien, dat soort programma's. Ik kijk wel zo nu en dan, ik kijk ook zo nu en dan naar VI, om weer even te kijken waarom ik het niet kijk. Maar je moet af en toe naar Eva Jinek kijken en je moet af en toe de andere krant lezen, om te leren over, weet je, je hebt je gedachten en je overtuigingen, die zijn niet altijd waar. Je moet blijven checken, klopt het? En wat zijn dan die feiten? En kan het zo zijn dat asielzoekers ogenschijnlijk voor overlast zorgen, omdat er zo vreselijk op ze gelet wordt? Hetzelfde, komen witte kinderen met hoogopgeleide ouders misschien niet meer weg? Want die kinderen hoor ik heel veel over diefstal bijvoorbeeld in de supermarkten, lachend. Ja. Maar daar wordt niet zo op die kinderen gelet. Ik vind het echt heel ingewikkeld.
Ja, ik, ik helemaal niet. Nee. Ik vind gewoon dat we deze kinderen eerst moeten opvangen. En tegelijkertijd daarnaast moeten kijken hoe kunnen we de jongeren die wel in Amstelveen willen blijven wonen ook bedienen. En als deze jongeren het reguliere systeem ingaan en ze blijven, dan zijn het gewoon onze medelanders, hoe noem je dat? Ja. En als zij weer terug kunnen naar waar ze vandaan komen, wat iedereen wil. Je wil niet je huis en haard zomaar verlaten. Dan kunnen die woningen omgebouwd worden voor de Amstelveense mensen, die de kinderen. Die nee, want over 2,5 jaar gaat het weg. Het zijn containerwoningen. Ja, er zijn genoeg studenten in Nederland die in containerwoningen wonen. Er moet alleen iets gedaan worden aan de brandveiligheid al daar. Ik vind het echt ingewikkeld. Ik begrijp die mensen namelijk wel. Oké. Agree to disagree. Hè? Agree to disagree. Meepraten? 020-547-8588. Martijn Heus en Joy Ellen Bos. De stem van de straat. Echt ingewikkeld. We hebben een moeilijk onderwerp aangesneden. Het was een bomvolle uitzending. Geef mij nog een uur. Dat hebben we niet. We hebben veel behandeld. We willen graag nog een keer koffie bij drinken. We hebben een paar mensen nog op de nominatie staan waar we nog langs gaan. Dus als je wat te zeggen hebt, bel in. Hè. Bel naar de Stem van de Straat. Mail ons, redactie@1amstelveen.nl. Wat hebben we nog meer? Ons telefoonnummer. Telefoonnummer 020-547-8588. En dan gaan we de volgende keer weer een ontzettend mooie uitzending van maken. Tot de volgende stem. Tot volgende week. Dit is De Stem van de Straat. De Stem van de Straat. En vandaag hebben we heel veel in De Stem van de Straat. We hebben voicemail. Je krijgt een flinke veeg uit de pan. Ja, op mijn falie. Oeh, op je falie. We gaan hebben over Kronenburg. Over de woningen daar. Dat acteurs mogen doen wat ze willen. Ja, Jeroen Krabbe komt langs. Heel spannend allemaal. We hebben het over de verkiezing van de juf en de meester van het jaar. Absoluut. En over waarom we wel moeten zorgen voor jongeren die op de vlucht zijn geraakt. Precies, en we hebben ook nog een paar oranje dakgoten die er langskomen. Dat en nog veel meer in De Stem van de Straat vandaag.